Lieve YouTubers, hier weer een filmpje van Judith Klaasens. Ik ga het nu hebben over de muziek-dvd's die ik in huis heb. Ik heb meer muziek-dvd's in huis, maar ik laat jullie een klein deeltje zien voor de camera, omdat het anders misschien een hele lange film gaat worden. En ik wil wel graag me ongeveer aan een bepaalde tijd vasthouden. Allereerst laat ik jullie zien Lucas en Gea in Turkije. Dit is een DVD special. Ziet er zo uit. En aan de achterkant staan alle liedjes erop die ze daar in die DVD laten zien. Ik vind hem erg mooi, want ik hou wel van die muziek. Ik vind het is Nederlandstalig, ontroerende muziek. En ja, ik zit er altijd met veel plezier naar te luisteren. Dan pak ik nu voor jullie de volgende van de stapel. Dat is Jan Smit. Nou, die is jullie allemaal wel bekend. Het is een jonge zanger, die Jan Smit. Hij zit ergens tussen de leeftijd van 30, 31 ongeveer. En hier aan de achterkant zien jullie weer wat er allemaal op de DVD staat aan nummers. Dit is een live CD. Hij is, denk ik, opgenomen. Nou, dat staat niet helemaal op de DVD genoemd. Maar de CD heet Jan Smit op de bühne. Je kunt hem ook kopen bij alle Free Record Shop winkels als jullie die nog hebben. En ja, het heeft gewoon zeg maar, het wordt live zie ik hier op de achterkant zeg maar in drie steden gehouden. Dit is live, dat kan ik niet helemaal lezen. Bij de tweede staat live in Volendam. En bij de derde gedeelte staat live in de Arena. Dus ik denk dat jullie hier wel veel leuk kijkplezier mee zullen hebben. Als jullie tenminste van zijn muziek houden natuurlijk. Dan pak ik de derde van de stapel. Inmiddels is Remy weer naast me gekomen, want die wil natuurlijk toch weer op de film staan, denk ik. Mijn derde keuze is gevallen op Henk Wijngaard. Dat ziet er zo uit. Henk Wijngaard is een vrachtwagenchauffeur. Ook weer aan de achterkant staan hier de liedjes weer opgenoemd. En Henk Wijngaard heeft dus als beroep vrachtwagenchauffeur en daarnaast zingt hij. En dat, ja, dat vind ik ook hele leuke, mooie, vlotte muziek vaak van hem. Ik hou wel niet van vrachtwagens verder in het opzicht, maar ja, ik vind het toch wel leuk dat die man dat als beroep heeft. En in ieder geval dat hij daardoor dan toch weer even met zijn beroep zijn hobby heeft kunnen combineren. Nou, dan gaan we naar de vierde. De vierde, dat is nog een Nederlander. Oh ja, overigens, Henk Wijngaard zingt Nederlands alleen maar. En gevoelige nummers. Dan gaan we hier naar de vijfde van de stapel, dat is André Rieu. Nou, ik hou heel erg van deze instrumentale meneer. Hij brengt altijd, en ook hier aan de achterkant zie je weer de nummers eigenlijk van wat er allemaal op de DVD staan. Hij brengt eigenlijk, ja, met een heel groot orkest treedt hij op. Hij treedt overal eigenlijk op, in de binnen- en in de buitenlanden. Daar zie je hem meestal wel. En dat is ook wel eens te zien op de tv. Dat hij dat soort uitvoeringen geeft. En de zaal is altijd bomvol bij hem. Zoveel publiek trekt hij gelukkig. Dus hij verdient daar een goede boterham eigenlijk wel aan, lijkt me, met dat hele ensemble waar hij mee samenwerkt. En hij speelt dus viool. Dat is eigenlijk kenmerkend voor André Rieu, om met de viool mee te spelen met het orkest, wat hij altijd mee heeft. Nou, dan heb ik hier de vijfde en de laatste voor jullie. Dat is ABBA, ook een van mijn favorieten. Die kende ik al vanaf dat ik een, nou zeg maar, tussen de 16 en 20 jaar oud was. Ik was zo ieder laat, ook hier aan de achterkant zien jullie weer wat er voor nummers op staan. Er staan 16 hits op, staat er hier aan de voorkant. Het zijn vier Zweedse mensen. Twee mannen en twee vrouwen. En die hebben zich geformeerd naar een groep om ABBA te heten. En de letters staan voor de namen van de groep. Ik weet ze niet helemaal uit mijn hoofd.
Maar ja, dat moet ik dan helaas maar jullie onthouden. Ik vind dat ook jammer, maar ik weet dat niet precies. Ik ben er heel erg verwoed fan van geworden van ABBA sinds ik mijn ja, middelbare school zat en mijn eerste ex-man heb leren kennen. Van mijn eerste ex-man heb ik ook de drie kinderen, dus dat is gelukkig maar bij één man gebleven, gelukkig in mijn situatie. Maar ja, wij draaiden dat heel veel. Als dat op de radio kwam, werd de radio altijd keihard in de auto gezet als mijn ex-man en ik weggingen. Of als we het thuis hoorden, werden de radio altijd keihard gezet. Want ja, dan zong ik altijd regelmatig mee. Sorry voor mijn stem. En ja, ik vond dat altijd wel leuk om te doen. En voor mijn ex-man was de Cats altijd zijn favoriet. En dat draaiden we dan ook veel. En ik heb in die tijd heel veel naar ook BZN. Ook daar hebben we daar nog wel muziek van, maar geen muziek-DVD's. Maar goed, ik heb jullie hier hoop ik weer een leuk filmpje kunnen presenteren. Ik hoop dat jullie hier ook weer van hebben kunnen genieten. Zeker weer gezellig dat Remy weer bij ons ernaast is gekropen, dus zodat jullie Remy ook weer even zagen. En nou, als jullie weer iets in de reactiebalk willen schrijven, dan doen jullie dat maar voor me. En steek wederom weer een blauw duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie hem in ieder geval heel erg leuk weer hebben gevonden, de video. Tot volgende keer maar weer, lieve YouTubers. Dag!